Was dit nou een wedstrijd op zich, Luc de Jong? Dat is het altijd, de Ajax. Het is toch nummer 1 tegen nummer 17? Klopt, maar uh, je, je, je blijft weten dat zij gewoon heel veel kwaliteiten hebben. En, en, en dat je daar gewoon voor moet waken. Dat zag je ook de eerste helft, dat ze dan ons toch verrassen op zo'n momenten. Dus ze blijken wel kwaliteit te hebben? Absoluut, dat, dat weet je gewoon. Alleen soms heb je van die fases dat het heel erg tegen zit, en dat zit het nu bij hen. Ja, ik wil niet op worden. Je zegt dat weet je gewoon, maar jullie moeten inderdaad verrast zijn geweest door de manier waarop we eigenlijk speelden. Nou, ja, zeker. En, en daar hebben we keer aangegeven aan elkaar. Van jongens scherp zijn, uh, niks onderschatten. Gewoon uh, mensen blijven zeggen, oh, er wordt wel van 5-0, 6-0, 7-0 vandaag. En we hebben elkaar gezegd, we moeten uh, vanaf de eerste met scherp zijn. En, en dan gebeurt dat toch niet. Maar dat kan ook voetbal zijn, dat het soms even niet lukt de eerste helft. En dan, dan, dan moet je een, een tweede in de rust bij elkaar komen, een tweede helft iets anders gaan doen. En dat hebben we gedaan. Welke trainer heeft de meeste indrukwekkende donderspeech gehouden richting jou? Richting mij. Bos niet, hè? Hij zei, ik hij, heb hij, hij weinig gezegd. Hij heeft gewoon gezegd, ga wisselen. Nou ja, hij heeft gewoon aangezegd, ik wissel twee. En, 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 en die jongens, complimenten hoe ze ingevallen zijn. Dat was fantastisch. Maar. Hij is niet uh, woedend geworden, hij is gewoon gezegd: jongens, kom op, wij kunnen gewoon veel beter als PSV zijn. Dat heeft hij aangegeven en dat, en dat beseft we zelf ook. En, en ja, dan, dan zie je dat we het. Kijk, je, je kan het zeggen tegen elkaar, maar je moet dan ook nog eens doen op het veld. En dat hebben we gewoon fantastisch gedaan. Ja, je, je, je maakt ook een hele mooie assist, of je geeft een mooie assist, dat is een betere taal. En je maakt ook een goal. Wat, wat vind je dan liever? Nou, uh... Ik moet zeggen, goals maken is lekker, maar zo'n assist geven, dat, dat is ook wel mooi. En de, de tweede die ik op Sarwari zou geven. Vitesse ik, ik uit gaf ik me ook zo aan hem mee en die scoorde die ook. Dus dat was, uh, ja, die connectie zit er wel bij, uh, bij Ismail mij. 30 uit 10 gaat allemaal geweldig. Uh, iedereen zo om je heen hoor je wel. PSV moet eens dus van Lans winnen. Maar goed, dat komt nog wel. Hè? Je moet nog één stap maken. Nou ja, kijk, uh, kijk we hebben nu over de Eredivisie zijn ja. bezig. Maar uh, Champions League, tuurlijk willen we dat maar vragen. Nou ja, wij, willen, wij, wij kunnen zeker van ze winnen. En dan gaan we ook vol voor volgende dus, absoluut. Eén ding nog. Uh, jij kent het Nederlandse voetbal. Je hebt ervaring bijvoorbeeld bij Sevilla of in Duitsland. Uh, daar zien ze ook gewoon dat een topploeg als Ajax 18e staat, Luc. Het is alsof Inter Milan zat ik even te denken over Real Madrid opeens ja ja ik, ja, ik... Geen medelijden mee te hebben, maar, maar gek is het wel. Ja, het is absoluut gek. Ik, het is er nooit voorgekomen. Dit, dit soort dingen, ja. Ik, ik vind het ook maar Wat moet ik wel zeggen? Ze, 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 ze zitten echt... Ze hebben het echt heel zwaar. En, en het lijkt alsof er geen einde aan komt bij ze. Dat het elke keer maar tegen zit. En dat... Ja, ik denk uiteindelijk... Kijk, het is... Ik snap dat fans het fantastisch vinden in Nederland. Die niet voor Ajax zijn dat Ajax 18 staat. Maar ik denk uiteindelijk voor Nederlands voetbal is het belangrijk dat een topclub als Ajax... Europees meedoet en uiteindelijk daar ook punten voor Nederland eh, pakt.